de medespeler. Ja, en nu? Dit is Winselman. Ja, en nu? Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Gefloten voor een overtreding. Blijft het bij een vrije trap of deelt hij toch een kaart uit? De bal. Oh, goede bal zeg. Dit wordt menens. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uit? Hij heeft een sterk schot in de benen. Hij krijgt hem op de slot. Op zoek naar de opening. De verdediger. Mogelijk een goede kans hier. Goed afgespeeld die bal hoor. Hij wilde voorzetten, maar die bal komt niet aan, want er staat iemand in de weg. Staat er goed voor. Stuit op de verdediging. Prima onderschepping daar. Probeer het. Overtreding, vrije schop. Dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij is dicht bij de goal. Maakt hij het dan? Mooie opbouw. Bal blijft in het spel. Speel af. Oh, knalhard. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ja, dat bleef het gevaar op zo'n schot. De tegenstander. We zien of ze nu kunnen counteren. Nee, die bal gaat er natuurlijk nog achter. Een doeltrap, zo te zien. Probeert het. Daar. Er wordt geappelleerd voor Hens en de scheidsrechter fluit inderdaad af. Ja, misschien dat hij met deze wissel een doorbraak kan forceren en de leiding kan pakken. Hij knikt hem. De scheidsrechter fluit voorbij. De trainer neemt geen halve maatregelen. Twee wissels tegelijk. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit... Was een kaart hier nou echt nodig? Krijgt hij echt een kaart? Nee, dat is dan niet nodig. Nou, dat zal wel een nieuw beleid zijn. Daar zit er een treffer aan te komen. Het was een wat paniekerige actie. Gaat hij voor een schot? Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Gezien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Hier ziet u hoeveel overtredingen de teams hebben gemaakt. Krijgt hij maar in. Het liep net lekker. Balletje naar voren. Einde verhaal voor deze geblesseerde speler. Hij kan echt niet verder. Ik ben benieuwd wie hem gaat. Hij gaat eraf. Maar hij was er nog maar net. Goed gezien hoor. De doelman komt zijn doel uit en kan de bal zo scoren. Kan er toch wel vanuit gaan dat ze gaan winnen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De afmaker.
Ja, goed hoor, weg is weg. Nu kunnen ze misschien wel de laatste tegenaanval inzetten. Dat was een fraaie counter die uiteindelijk werd afgeslagen. Oei, daar ging hij bijna onderuit door die tackle. Maar hij weet zijn evenwicht te bewaren. Nu kunnen ze counteren, maar daarvoor is nog... Gaat op de keeper af. Gaat op het doel af. Aha, wat doet hij nu? Dit verandert de zaak helemaal. Dit is niet zomaar een doelpunt, nee. Dit is een keerpunt in de wedstrijd. Let maar op. Duidelijk, maar de paas is doorzien. En daar is het laatste fluitsignaal. Wat vind jij, Juri? Het is toch ongelooflijk, even dat ze die wedstrijd nog winnen met dit late doelpunt.